kijkt naar deze nieuwe video op het kanaal van Bit Magazine. Vandaag gaan jullie een dagje meenemen op stal. Het is vandaag zaterdag en we hebben vandaag wat lesjes, niet zo heel veel. Dus vandaag gaat Alvira lesgeven, die zit achterin. Morgen. En Bente, die hebben we al opgehaald net thuis, die gaat ook lekker rijden. En voor de rest hebben we niet zo heel veel kinderen, want eigenlijk zou Lianne vrij zijn vandaag, maar ze kon toch nog werken. Dus we hebben toen nog wat lesjes door laten gaan. En voor de rest ga ik denk ik eventjes beginnen met Lady scheren, onze oude pony. En ik ga misschien nog wat rijden, dus ik ga jullie allemaal meenemen. Inmiddels is het 6:45, we zijn op stal en ik ga Sombra buiten zetten. Sombra, daar komt Sophia, die mag er ook bij. Lady loopt gewoon los, die gaat Bent even achter zetten. En Blond die mag ook gewoon los, dus die gaat ook lekker naar achter lopen. En Blaze gaat erbij in de bak. En Maribel gaat erbij in de bak. Kom maar, poppetje. Oh, ze heeft haast. Maribel erbij. Nou, deze vijf gaan dus altijd als eerste met z'n vijf in de bak, 's ochtends vroeg. Tigretto hier vooraan. En dan Blaze en daar Sombra, Maribel en Sofietje staat er ook nog achter. En Blondie en Lady lopen dus achter op het terrein, dus daarachter tussendoor gaan ze dan. En dan hebben we alleen nog hier op stal Tango, die staat nog op stal, daar. Ja, je ziet hem nu niet denk ik, maar die staat daar. En hier hebben we Scarlett, die is Bent aan het poetsen. En daarachter staat dan Sueño. Als we die erbij zetten in de bak, dan wordt ze opgegeten door Blaze, dus dat doen we maar niet. En Poco, die heeft geen vrienden, dus die mag ook nog even wachten met naar buiten gaan. Even voer maken voor de vier die dus nu nog op stal staan. De rest hebben buiten gras achter of hooi in de bak. Kijk, Alvira is Poco aan het poetsen, maar Flekkie wil ook aandacht. Flekkie is echt erg. Ben ik aan het vegen met mijn mooie bezem en Mark is achter me. Inmiddels bij de stal van Blaze aan het uitmesten en Elvira is Poco aan het poetsen en Bente is Scarlett aan het poetsen daarvoor. Gaat het goed met scheppen? Nee, het gaat helemaal mis. Je favoriete klusje, hopsakee. Het is 8:00 en ik ga eventjes een lijstje maken wie er op wie mag rijden zo meteen. Het is 8:30, Mark is de paard aan het binnen aan, dan loopt hij met die Greta erachter en Sofietje staat er nu alleen nog in de bak en dan is de bak alweer leeg. En de eerste mensen zijn gekomen voor de les. Alvira heeft net al Lady opgezadeld, die gaat meelopen en daarachter staat Poco, die gaat ook meelopen. En deze twee meisjes komen voor het eerst rijden vandaag. Suus en Hilde zitten erop, die zitten dus vandaag voor het eerst op de paarden. Met Poco en met Lady. En dan gaan ze zo meteen slalom rijden om de tonnetjes. Gaan ze even slalomen. Volgende les. Jackie zit op de Greta en voor mij gaat ze even een rondje galopperen. Klein meisje, groot paard. Ja, de Greta is super braaf. En Jackie kan best leuk rijden. En ondertussen zijn achter me is Bent Maribel aan het poetsen, die gaat er zo meteen op rijden. Anne staat er ook bij en daarachter staat Sophia achter de palmboom en die gaat Puk zo meteen op rijden. Daar is Sophia. En Lady staat er nog. En Maribel. En de volgende les is bezig. Puk op Maribel, Anne op Tigretto en Bent op Sophia. Volgens mij gaan ze zo springen. Hoorde ik net zoiets. Maar ik ben nu eventjes bezig met Lady en aan het scheren. En dat doe ik met mijn kleine scheerapparaatjes. Lady is natuurlijk al heel ongeduldig. Oud omaatje staat ze. Ze vindt helemaal niks. Dus ik ga even een klein stukje doen en doe ik zo elke dag een stukje. Dan hoeft ze niet zo lang te wachten. Ik heb maar één kaal been en één harig been. Kijk hoeveel haar eraan zit. Paardje wassen na het rijden, dus Tigretto. Grote billen ook door de staart. De meiden even met Sombra aan de wandel. Nou, het wordt al wat, hè, Lady. Een stukje kaal en een stukje haar. Maar kijk hoe dik haar het is. En het is heel vies eronder ook. Allemaal stof. Dus kan ik ook weer even goed schoonmaken. Dat was alweer de laatste les.
Sofietje wordt even gewassen. En Maribel wordt ook even gewassen. En dan ga ik zo nog eventjes hooi voeren. En dan zijn we weer klaar voor de ochtend. We gaan even hooi voeren. Ellie rijdt de kruiwagen. Oh, bijna zweet nog in mijn nek. Zo, we zijn weer klaar voor de ochtend. Dus we gaan nu eventjes naar huis. Gaan we eventjes eten en een siesta houden. En dan gaan we vanmiddag weer terug hier naartoe. Het is inmiddels alweer ietsje later. Het is ongeveer 4:30 nu en we zitten weer in de auto onderweg naar de paardjes. We zijn net thuis geweest. Lekker gegeten. Ik heb eventjes ook gewerkt aan mijn eigen kanaal. Dat is Rancho Washikemba. En daar heb ik ook elke keer vlogs op. Dus heb ik eventjes wat geëdit. En nu gaan we weer naar de paardjes toe. En ik denk dat ik eventjes met Tango ga rijden. Ik moet nog eventjes wat paarden loszetten natuurlijk. En misschien als het tijd ga ik nog eventjes Lady weer een stukje scheren. En die doe ik dus steeds in de stukjes omdat ze al zo oud is. En dan wordt ze ongeduldig als het te lang duurt. Dus doen we steeds een stukje scheren. Geeft toch niet als ze er niet helemaal knap bij loopt. Mag ook los. En Blondie wil even staan. Kom maar Blondie, ga even lopen. En dan mag Swinjo samen met Sofie en Maribel eventjes in de bak spelen. Maribel wil gelijk rollen, denk ik. Ja hoor. Boom. Lekker hoor. Ah, lekker rollen. Ik ga even een rondje rijden met mijn vriendje Tango hier achter. Heb je er zin in, jongen? Nou, nog niet heel erg, maar ik ga hem er even uithalen en ga ik hem even poetsen. Paardje weer gepoetst. Zat er weer bij te blinken, alleen even vegen daar. En dan ga ik hem even opzadelen. Paardje opgezadeld, staat er klaar voor. Ik ben er klaar voor, dus we gaan een stukje rijden. Zo. Hij heeft een beetje gezweet, dus ik ga hem even wassen. Ik heb Lady ook weer eventjes gepakt. Dan ga ik die weer even verder met scheren. Nou, inmiddels is het 6:15. Heb ik een half kale pony daar. Nou, de andere kant is wel gedaan hoor. Maar ik moet nog dus een kwart ongeveer. Dat doe ik morgen wel, want ze wordt nu een beetje ongeduldig. En het wordt ook bijna donker natuurlijk. Dus we gaan nu even voeren. En dan zijn we klaar voor vandaag. Het is 6:30 inmiddels. Alle paardjes hebben lekker te eten. Dus alle kopjes zitten naar beneden. Ze hebben hooi gekregen, compact gras en brok. En sommigen hebben een beetje mais erbij. En sommigen hebben een beetje olie erbij. Dus de dag voor vandaag zit er weer op. Wij gaan lekker naar huis toe. Lekker eventjes douchen, eten en een beetje tv kijken nog. En dan lekker slapen. Bij deze wil ik weer heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet gedaan had. Ook nog eventjes op mijn eigen kanaal, Rancho Washikemba. Geef eventjes een duimpje omhoog op de video als je de video leuk vond. En dan zie ik je weer in de volgende video. Doei!